Kijken. Ja. Nou. Oh. Goedemorgen. Dit is de eerste les van Michelle. Eerste keer Nederlands gestudeerd. Je hebt nooit Nederlands. You never studied it before? Nee. Know it. That's never. Know it? Know it. Yeah. Know it. Owe it is ever and know it is never. Know see it. How easy it is? Yeah. Heb je ooit Nederlands gestudeerd? Nee, ik heb nooit Nederlands gestudeerd. Zo, dit is Michelle en zij moet voor de eerste keer vandaag is, wat hebben we, 27 november vandaag, ja? 27 november. Dat is 2013. Ja. En het is je eerste keer Nederlands, right? Dat is hoofdstuk 1. Ja? Hoofdstuk 1. Is dit hoofdstuk 1? Je zegt ja. Ja. Dit is hoofdstuk 1. Dit is hoofdstuk 1. Ja. En hoofdstuk 1. Oh, dit is lang. Dit is langer dan ik dacht het was. Hoofdstuk 1. Moet u wel lezen bijvoorbeeld. Ja. Oké. Jij kan. I'll do Mark, okay? Goedemorgen Jan, en you do Jan. Mark, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Nou ja, is okay, dat is informaal, maar in ieder geval. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? En dat is formaal, ja. Goed, dank u. En met u? Ook heel goed, okay. Dank u. Heel goed. Zo, lees maar. Jan de Wit. Jan de Wit is een Nederlander. Hij spreekt Nederlands. Hij spreekt ook heel goed Duits een beetje Engels, maar hij spreekt geen Frans. Mark Janssen. Mark Janssen. Ja. Is geen Nederlander. Maar een Belg. Ja. Hij spreekt. Hij spreekt Nederlands, Frans en een beetje Duits. Goed. Hij spreekt geen Engels. Hij spreekt geen Engels. Maar zij spreken Engels, een beetje Frans. Spreek je wel een beetje Frans? Nee. Oké, spreek Nederlands. Goed zo, dit is de eerste les. Nou, dit is geen moment. Even rustig. Nou, oké, in ieder geval, hier hebben we Katje Vos. Zo, jij wordt Katje Vos en ik ben David Johnson. Oké? Zo, David Johnson. Dit is Eric de Jong. Ja, aangenaam. Aangenaam, bent u een Amerikaan? Nee, ik ben een Engelsman. U spreekt heel goed Nederlands. Ja, nou, dank u, meneer. Oh, mevrouw, ook in ieder geval. So, dank u wel. Ja, dat is aardig. Ja, spreek, if you speak a little bit, je moet een klein beetje, dan zeg oh, u spreekt heel goed Nederlands. Ja, dat is niet zo moeilijk. So, wie bent u? Je zegt, ik ben Michelle. Ja. En spreekt u Nederlands? Je zegt, ja, ik spreek heel goed Nederlands. Ja. Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Ja, dit is de eerste dag. So. Normaal gesproken, is in één dag kan je geen Nederlands leren. Maar een beetje. Oké? Zo, welke taal spreekt u heel goed? Je zei, ik spreek Engels heel goed. Ik spreek Engels heel goed. Heel goed. Ja. Heel goed. Very well. Heel is very much. Heel groot. Very big. Heel goed. Heel ja. Goed. For an American, mm-hmm. Your English is pretty good. Yeah. That was a joke. Americans are that's very a good with English. No, they are. That's right. So, maar u spreekt heel goed Engels. Maar is meneer Johnson? Meneer Johnson is an Engelsman. Ja, Engelsman.
Wat is hij? What is hij? So you already answered it. You're getting ahead of yourself. Hij is een Engelsman, ja? Is meneer Johnson een Nederlander? Nee, hij is geen Nederlander. Hij is geen Nederlander. Hij is een Engelsman. Ja. So, dit is België. Gaan we naar dit. Dit is te lang. It's too long, right? Wat is dit? Oké, lees maar. Is dit een telefoon? Nee. Dit is een krant. Dat is waar. Eerste keer moet je zeggen, dit is geen telefoon. Nee, dit is geen telefoon. Is dit een telefoon? Lees maar. Go and read the whole thing from the beginning. Is dit een telefoon? Nee, dit is geen telefoon. Is dit een potlood? Dit is ook geen potlood. Wat is dit? Dit is een krant. You jumped to that right away. You skipped all the easy stuff. It's a newspaper. Dit is een krant. That is makkelijk. So that's easy. Here's a voorbeeld. Is dit een boek? Ja, dit is een boek. And is dit een pen? Dit is geen pen. Dit is geen pen. Dit is een pot. It looked like a pen to me. But dit is een pen. Is dit een pen? Dit is een pen. Is dit een telefoon? Dit is een telefoon. Dit is een telefoon. Is dit een sigaret? Dit is geen sigaret. That's not a cigarette, is it? It is like a cigarette. Is that a cigarette? Nee, dit is geen cigarette. Geen cigarette. Is dit een krant? Ja, dit is een krant. Is dit een potlood? Ja. Nee. Oh, is een pen? Geen potlood. Dit is geen. Geen potlood. Dit is een boek? Dit is een boek. Okay. Of misschien een telefoongids. Telephone guide, right? But it like my book. Dit is a krant, book, telephone, pen, potload, and what is that? Pen. There you go. That's what I think. I made it of me. Dit is een telephone. Dit is een telephone. The telephone is Klein. Goed. Dit is? Een boek. Het boek is groot. Goed. Dit is een? Dit is een pen. De pen is kort. Kort. And dit is een blog. That can be a leaf on a tree also. Mm-hmm. So in other words, they use leaf. This is a leaf of paper, right? Mm-hmm. Can you say it? It is a blad papier is groot. That is groot. Dit is a klein blad papier, right? Now in any geval, dit is ja of nee, geen of niet. Should you say een or een? If you're counting, you say ein, zwei, drei. Dit is een pen. And dit is een blad papier. This is a pen. That's right. And so it gives a little bit more of emphasis. How many pens do you have? It is ein pen. Mm-hmm. Niet twee pennen. Mm-hmm. Then it becomes design. Mm-hmm. There are, but we're not doing that yet. Dit is de eerste dag, alleen maar. Dit is even langzaam gegaan, Because dit is een krant, de krant is groot, en ja of niet. So lees maar deze, en dit is afgelopen, want we hebben geen tijd. En je bent moe, zeker, na de eerste dag. Maar dit kunnen we wel lezen. Ja, dit is een telefoon. Ja, dit is een telefoon. Ja, ja. Hij is een Nederlander. Ja, hij is een Nederlander. Yeah, that is a Nederlander. If you want to emphasize that he's one as opposed to two, he's bipolar or something, right? Then he's twee Nederlanders, right? But in ieder geval, hij is een Nederlander. Goed. And Amsterdam is in staat. So it's kind of not emphasized too much. And hij spreekt Nederlands. Yeah. And so. Ja, Brussels is in België. Ligt in België. Ja, Brussels ligt in België. Amsterdam ligt hier. Amsterdam ligt hier. Dit is meneer De Jong. De telefoon is
quote. Yeah, I wish I'd make up the rhyme, because over here the telephone is klein, you know? Goed, so, nee, dit is geen telefoon. Nee, dit is geen telefoon. Obviously, we're doing opposites here, you know? So, ja, dit is een telefoon. Nee, dit is geen telefoon. Right? So, ja, nee, hij is geen Nederlander. Geen Nederlander. Nee. Amsterdam is geen land. Nee. Hij spreekt geen Nederlands. Goed, heel goed. Nee, Delft ligt niet in België. Nee, Delft ligt niet in België. Nee, Amsterdam ligt niet hier. Nee, dit is niet meneer De Jong. Ja. En nee, de telefoon is niet groot. Nee, dat is beter. Because it's niet groot, it's klein. Yeah. Everything's relative, of course, so what's groot and what is klein, that weet je maar nooit. Now, die nummers zijn 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And then it becomes old English like 1 and 23, mm-hmm. 23 and 22 and 20 blackbirds, mm-hmm. you know, and all that mm-hmm. old stuff, right? So, 24, die numbers is geen probleem. De getalen. Eigenlijk. Nou, kijk, dat is de hele hoofdstuk. Zo, we hebben te veel gedaan. Hartstikke goed. Michel, eerste dag in Nederlandse les. Ja? Zeg maar dag. Dag. Tot ziens. Ja, braaf. Heel goed. Bravo.